Dus je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik heb weer een nieuwe weekvlog voor jullie. Ik weet het, ik heb echt super veel energie vandaag en super veel zin deze week. Ik ga morgen Rosa eindelijk weer zien naar Bonaire. Ik zou haar eigenlijk eerst afgelopen zaterdag al zien. Of vrijdag, ik weet het even niet wanneer. Want dan zouden we een stelsborrel hebben op kantoor, maar die stelsborrel ging toen niet door. Dus we gaan nu morgen gewoon lekker met z'n tweetjes afspreken. Misschien eventjes lunchen ergens, ik ga sowieso even wat foto's maken. Dus daar heb ik echt heel erg zin in. Maar voor nu... Als ik eventjes voor de vorige week vlog nog wat aanbeelden aan het maken. Kijk, wat heel erg leuk. Mijn spiegel hier neergezet. Dan heb je echt een veel leukere achtergrond als je zo aan het filmen bent dan in mijn kamer. Maar daardoor is het hier echt een heel erg troepje. Ik had een pakketje van Pretty Little Thing had ik besteld. Dat heb ik eindelijk laten zien. Een pakketje van Naked gekregen, kortingscode. Dus ik ga dit nu eventjes allemaal opruimen. En dan ga ik de weekvlog eventjes verder bewerken. Het is vandaag dinsdag. En ik heb me al klaargemaakt. Ik moet alleen nog eventjes ontbijten. Want ik heb vandaag met Roos afgesproken. Ik ga haar eindelijk weer zien na echt anderhalve maand. Want ze was natuurlijk anderhalve maand op Bonaire. Volgens mij, we gaan fotootjes maken. Want Roos wilde graag foto's maken. Dus dan ben ik niet de beroerdste om mee te gaan. Volgens mij gaan we naar Amsterdam. Ik weet niet helemaal wat de planning is. Maar we hebben in ieder geval om 12 uur op Leiden Centraal afgesproken. En dan komt Roos me daar ophalen met de auto. En dan gaan we lekker een dagje ervan maken. Mijn haar wilde niet echt helemaal meewerken. Maar ik heb dus die Dyson gekocht. Maar het is echt bij mijn haar echt letterlijk één grote ramp. Ja, ik moet nog eventjes een beetje ondervinden hoe het werkt en zo. Ik heb het wel ermee droog gemaakt. Gisteravond. En daarna gesteld. Dus mijn haar is wel echt super zacht. Maar ja, ik moet nog eventjes kijken hoe het helemaal werkt. Maar goed. Ik ga eventjes ontbijten. En eventjes wat anders aantrekken. Want ik heb nog een joggingbroek aan. Ik heb hier allemaal outfitjes klaar liggen. Nou, allemaal. Ik heb er 4 mee. Roos zei ook dat ze er 4 had. Dus ik dacht, nou weet je. Laat ik er ook 4 doen. Ik heb een, even kijken. Een witte blouse. Met een beige broek. Ik heb dit pak van Pretty Little Thing. Die vond ik wel leuk. Ik moet een foto voor Naked maken. Dan heb ik een bruine broek met een zwarte tube top. Deze bril en doe ik leren jasje erbij. En ik heb deze bralette topachtig. Met een blazertje en een broek. Dus ik denk dat ik dit gewoon meeneem. Dat zijn de outfitjes die ik mee heb. Ik ga eventjes lekker ontbijten. En dan ga ik jullie lekker vandaag meenemen op pad. Tante ziek. Hoe is zo lekker naar McDonald's. Wat leuk bij de McDonald's. Mocht je hem bestellen of niet? Kijk. Rosa werd lekker live zoals altijd. Wat zegt deze persoon? Over een luier? Ja, mag het. Mevrouw over een luier. Wat is voor luier? Oké. Helemaal. Ja, mevrouw, mag plastic luierbroekje. Wat is dit? Ik wil op zijn account kijken. Ja, dat heb je lekker. Theo Prenger. Okay. Nou Theo, ik snap niet helemaal waar je op doet in dit gesprek, maar... Nee, ik draag meestal geen plastic luier, maar kan aan mij liggen. We zijn op de plek. Hoe heet dit? Jij weet hoe dit heet. De Valley heet het. Het is dus een heel appartementencomplex. Geen idee, maar ik ga jullie neerzetten en dan gaan we lekker foto's maken. Yalla yalla! Hou er wel uit, Lucia. Ja, dat is goed. Wij zijn nog foto's aan het maken. Eindelijk een outfit die is gelukt. Ik weet niet wat ik heb meegenomen, maar het zag er niet uit. Ik heb nu dit aan. Ik hoop dat jullie mij kunnen horen trouwens. Hoi! Hallo! Hi! Dus ik ga nu een fotootje van Roos maken. Daarna heb ik nog één outfitje en dan ben ik eigenlijk alweer klaar. Ja, klaar. Dat was het eerste gelukje. Wil je die andere outfit trouwens ook hier of wil je dan naar de rij? Nee, die wil ik even nog wel hier. Maar dan kunnen we daar nog door naar de rij. Ja? Tot bijna. Dus
zeker geslaagd. Ik wou net zeggen, zullen we dat even niet doen? Wat? Lekker de radio aan. Nee, maar niet. Lekker broodje. We zijn thuis. Keur heeft echt heel de... Nou, letterlijk iedere winkel die ik kan bedenken heeft Keur leeggekocht. Oh, dit is echt een goed statiefje. Ze heeft nog wel steeds haar armpje. Dus don't mind that. Oh. It is a lot. Hier ook nog, maar deze houdt nog even in de verpakking. Wat is dat? Nee, dat is helemaal ingewikkeld in dat ding. Nee. Dit is, ja. Wat zeg je nou? Heel mooi, zeg. Ja. Ja, dit is gewoon een pyjama. Die valt mooi. Die staat naast op zijn beeld, hè? Oh! Dat maakt niet uit. Ik dacht, die je allemaal gekocht hebt. Nou, dan doe ik het ook. Zij heeft heel die fucking jaren ingetrokken. Dat ja, hebben we. Ik zat even daar. Ja, maar dat stonkie. Gaat dit? Ja. Jullie behandelen me ook als een gehandicapte. Ik heb dus een topje. Ja, heel vond het wel leuk. Ik weet echt niet wat je allemaal hebt gekocht. Ja, het leek wel alsof het iets vroeg was. Ja, alsof je in de Primark... Je hebt echt een Primark tas. Alsof je naar de Primark bent geweest. Ja. Even gewoon een nieuwe body. Oh, dit is een bodytje met een blazertje. Een body blazer. Be like here. Dat is lekker een bodytje voor. Hij gaat even af hoor. Ik ben er even klaar mee. Ja, klopt. Hoppatee. Zo. Oh, ik krijg weer lucht. Ik heb dus ook nog dit topje. Ja. Hij lijkt de color. Koningsdag, here I come. Ach. Die. Ik heb wel de blauwe ook nog gedaan. Oh ja, maar ik vind dat echt een mooie kleur. Maar dat kan ook voor Koningsdag, hè? Rood, wit, blauw. Ja. Nou, ook nog een blauwe. Oh, deze vind ik mooi, die kleur. Lekker kleurrijk geweest, man. Ja, nou de rest niet meer, hoor. Oh, wat is dit? Oh ja. Wat is dit, zeg ze gewoon. Gewoon even zo'n wit shirtje. Gewoon even makkelijk. Even makkelijk. Even nog een zwart shirtje. Oh, leuk die riem. Ja, zie je die riem? Dat is toch weer een extra detailje. Dit ga ik denk ik aan op vanavond. Is toch een beetje alto. Ja, ik zou wel die riem is toch niet echt alto. Maar ik vind dat wel mooi. Ja, ik zou wel shirt een beetje poppen. De zilver. Ja. Ik ben gewoon. Ja, is deze ook wel leuk? Zwart ook met van die toon. Maar het is niet alto. Nou, een beetje alto dan. Deze ook. Oh, leuk. Ja, leuk hè? Ja. Daarom zal het zoveel leuk zijn. Dat is leuk voor vrijdag ook. Met ja, mooie met mijn mooie band. Oh ja. Mijn god, van die band. Oh. En die wilde ik. Dat wil ik. Heb je nog meer bij de Zara? Ja, dit is het laatste. Jeetje. Niet normaal. Zo. Ik geef het een teentje. Oh, dit is gewoon een zwart t-shirt. Oh ja. Gewoon lekker basic. Lekker zwart. Nou, dat is dus van de Zara. Dan gaan we over naar de Stradivarius. Dat is hetzelfde topje. Zelfde oh, nee, grapje. Dit is een bandeau. Echt een t-shirt. Kan ik lekker het beige eroverheen doen. Deze. Ja, deze vind ik echt leuk. Dit vind ik echt een vibe. Ik heb met zo'n leuk stokje. Randje achter. Moet je eigen vlogcamera niet even pakken? Ja, die heb ik niet mee. En nog gewoon even lekker roze shirt. Even leuk voor je de keer. Je hebt echt en deze nog. Ja, deze vind ik ook leuk. Die kun je ook aanvrijden. Dat is ook nog wel ja. En, nou, dat was het. Ja, hoe zit het? Ja, was dat het? Ja. Dag, wil je laten zien wat jij hebt gekocht? Op zich? Jullie dachten dat het meer was, hè? Nou, ik vind het redelijk veel. Eerst. Ja, maar ik wil gewoon nieuwe garderobe. 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 Hoe gaat een garderobe? Ah, even als je nou even wacht, dan schuif ik even op. Dan doe ik even deze zooi erin. Ben jij al een burger geweest? Nee, ik ga wel naar jullie. Zo. Maar ik heb ook maar drie dingen hoor. Hoi. Hoi. Welkom nou, in mijn keuken. Ja. Ik heb alleen deze geweldige glitterriem. Van de Stra. Van de Stra. De kaart hou ik nog aan de dingen. 16 euro. Zo, dat vind ik best wel duur. Ja, ik vind het ook duur. Excuus. Shirtje. 6 euro bij de Zara, maar daarna ging ik naar de Stradivarius. Zag ik precies hetzelfde zwarte shirtje voor 5 maar euro. 15 euro! Dus als je echt euro's wil besparen, ik wilde gewoon bijna dit shirtje terugbrengen. Moet je naar de Stradivarius gaan. Ja. Oh, en jongens. Ik
heb ook nog een body besteld. Ja, dat is een foto's zien. Nee, ik ga niet die dingen aan. Ik weet het niet meer. Oké, dan laat ik ondertussen wel even mijn dingen zien. Ga je maar je telefoon zoeken. Oké, ik heb bij de Zaar een topje. Heel leuk. Ik zie er echt altijd uit. Ja, ik vind die echt heel leuk. Ja, hè? Ja, altijd heel basic. Die zit zo. Ik dacht heel leuk voor Ibiza. En ik heb dus een topje gekocht. Eigenlijk is dit dus ondergoed, maar ja, wij vinden dit gewoon leuk om los te dragen. Ja, maar het staat ja, het was gewoon. Nee, want het scheelt ook helemaal niet. En het scheelt ook helemaal niet echt door. Oh, en ik heb echt een hele leuke broek. Ik zit weer in de shop. Ik kom weer in de shop op. Ik ben benieuwd. Hoi, schat. Ja, ik mijn kaartje terug. Oh ja, dat is de shop. Ja. En deze broek. Oh ja, heb je die wel gekocht, die broek? Ja. Wel maat 36 gaat pasten. Echt? Oh, beter. Lekkere lippen. Kijk eens. Lekker cargo broekje. Ik ga zo wel vragen hoe het was. Nou, doei. We hebben bezoek. Oh, sorry. Hi. Kijk, ik heb dus deze besteld. Deze is heel mooi. Die ga ik aantrekken op mijn verjaardag. Maar ik weet dus niet of ik... Ik had een S gepast. Oh, je hebt lipplumper op. Het prikt. Plumper? Prikt niet bij jou. Nee. Maar ik had een S aan. Nou, die ging dus niet dicht van achteren. Dus nou ja, dat was ons. Heb je die foto laten zien? Nee. Oh. Ja, leuk. En dan dat kontje zo achtergrond. Guilty! Ja, dit is echt niet allemaal voor ons. Dagmar loopt er ook nog trouwens. Ik ben weer terug thuis. We waren eventjes naar de mall geweest. Volgens mij heb ik vanmorgen echt niks gefilmd. Maar het is vandaag donderdag. En ik was eventjes met Ro. Ro wilde eigenlijk eventjes naar de stad in eerste instantie. Om eventjes te kijken voor een topje. Maar hier in de stad is dus echt alles dicht. Het is echt vreselijk. Oh my god. Daar ging water. Maar in de stad hier is dus echt alles dicht. Echt vreselijk. Dus, Dagmar zei, ja, we kunnen ook wel eventjes naar de mall. Dan ga ik wel mee. Dan kunnen we met de auto. Dus daar zijn we eventjes geweest. En die broek die ik dus gisteren had gekocht bij Stradivarius die ik nu aan had. Die vind ik zo leuk. Dat ik hem ook nog in het leger groen heb gekocht. Deze. Gewoon precies dezelfde als die van gisteren. Alleen dan in het leger groen. Ook in een maatje 36. En deze was €30. En ik heb natuurlijk zaterdag, of ik weet niet of ik dat heb verteld, maar zaterdag heb ik dus mijn 22 mee. En thema is Winter Wonderland. Het is allemaal een beetje uitgelopen, want ik zou het eigenlijk eerst 11 februari vieren. Maar toen had iedereen dus natuurlijk corona, dus ik kon het niet doorgaan. Dus nu vier ik het deze zaterdag. Dus alle versieringen en zo had ik eigenlijk al, echt al sinds, nou, sinds 11 februari. Alleen ik moest nog kaarsen hebben, dus dat heb ik dus nu gekocht. Dat vond ik wel leuk voor op tafel. Dus ik heb een zilveren. Ik ga het even proberen goed te laten zien, want ik heb het allemaal setjes gemaakt. Even kijken. Kijk, ik heb dus drie kleuren kaarsen, want het thema is dus Winter Wonderland. Dus het moet blauw, wit of zilver zijn wat mensen aantrekken. Dus ik heb blauw, wit en zilveren kaarsen. En dan heb ik nu bijvoorbeeld een grote zilveren, een dikke blauwe en een smalle witte. En dan heb ik nog een setje dat het zeg maar qua kleuren weer helemaal anders is. Dus het zijn... Oeh, jezus. Oh my god, er zit allemaal saus op mijn broek, zie ik nu. Oh my god, ik hoop dat ik dit eruit krijg. Dat is kut, maar oké. Dan komt het zeg maar zo als drie setjes op tafel te staan. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. Dus die heb ik bij de Xenos gekocht. Van de week had ik echt nog zoiets van ja, waarom ga ik het eigenlijk nog vieren? Want het is echt al... Nou, een maand geleden heb ik jarig mee geweest. Maar nu heb ik er wel echt heel erg veel zin in. Er zit dus, kijk. Er zit dus saus op mijn broek. Oh my god. Ik ga het er echt nu afhalen. Ik vond het wel echt een leuk outfitje vandaag. Deze top is van Naked met dan die broek van de Stradivarius. En mijn gele dunks had ik eronder aan. Heel erg leuk. Alleen saus. Dus dat ga ik er even afhalen. Hopen dat het eruit gaat. Het is vandaag zaterdag. En ik ga vandaag mijn verjaardag vieren. Vanmorgen is er al een bedrijf langs geweest waar ik spullen had gehuurd voor de tafel. Ik had een
tafel gehuurd. Zodat we gewoon één tafel hebben. En ik had dus ook stoelen besteld, gehuurd. Alleen ze hebben dus de verkeerde kleur bezorgd. Ze hebben zwart bezorgd in plaats van wit. En het is natuurlijk thema Winter Wonderland. Dus witte stoelen zijn op zich wel noodzakelijk. Dus ik heb nu gebeld. Omdat het niet klopt, want ik heb gewoon echt oprecht witte besteld. Ik heb nog in de mail gekeken, maar ik heb echt oprecht witte besteld. Dus ja, dat is echt een beetje kut eigenlijk. Dus ik moet nog even wachten tot die vrouw terugbelt, want ze kreeg magazijn niet te pakken ofzo. Dus ik hoop echt heel erg dat het geregeld kan worden en dat ze alsnog de goede komen brengen. Want ja, hier zit ik niet echt op te wachten. Maar oké. We gaan nu eventjes eten eerst. En er zitten nog wat kreukels in het tafelkleed. Dus misschien ook even een strijkijzer pakken om dat er een beetje uit te halen. Dat vind ik wel mooier. En dan gaan we alvast een beetje de tafel dekken en zo. Het is nu 10:50. Oké, het is geregeld met de stoelen. Ze komen ze over een uurtje omwisselen. Echt top. Ik had het ook over stress. Maar ik heb het tafelkleed even gestreken. Dat ziet er nu even iets mooier uit. Maar ik zal ook laten zien wat ik allemaal heb qua versiering en zo. Een hele grote heliumtank voor 50 ballonnen. Want ik dacht dat vind ik wel leuk om op het plafond te doen. En dan, ik ga dat allemaal vanavond wel laten zien hoe ik het ingedacht had. Maar die. En dan heb ik hier een hele tas met van alles. Even kijken. Ik heb ballonnen. Heel veel. Ik heb witte ballonnen, zilveren en blauwe kroonballonnen en dan nog lichtblauw. Ik weet niet of ik die ga gebruiken, maar dat is handig om te hebben. Dan heb ik dit soort dingetjes van die sneeuwvlokken slingers. En ik dacht dat is dus wel leuk om dan die witte ballonnen aan het plafond te doen met helium en dan dit eraan te hangen. Dat je echt een soort van sneeuwvlokjes effect boven tafel krijgt. Dan heb ik nog een grote 22, maar ik weet niet dat ik die op ga blazen. Van die zilveren dingen. Ook voor eventueel aan de ballonnen te hangen. Dan gaan we sushi eten. Dus ik heb zilveren sushi stokjes. Dan voor over het witte tafelkleed heen. Heb ik een zilveren tafelleger. Dan heb ik natuurlijk servetten. Deze. Met sneeuwklokjes en gewoon die blauwe. En dan heb ik nog lint. Dan heb ik nog van dit soort dingetjes, van die sneeuwvlokjes, die kan je om je glas heen doen. En dan heb ik nog allemaal kaarsen. Dus ik denk dat ik de borden en zo vast ga neerzetten, want die zijn wel al verzorgd. Je kan dus zeg maar ook servies en zo huren. Hier zitten, als het goed is, allemaal glazen. Ja, je kon het maar per 30 bestellen. Dus ik heb 30 wijnglazen en 30 waterglazen. En dan zit hier, als het goed is, servies in, denk ik. Ja, dat zit er. En hier nog waterkarafjes en zo. Dus dat ga ik denk ik alvast neerzetten. Oké, ik heb de tafel helemaal versierd en aangekleed. Ik ben er echt heel erg blij mee met hoe het is geworden. Ik zal het even laten zien. We moeten dus alleen nog even op de stoelen wachten. En de heliumballonnen. Die ga ik denk ik pas vanavond, als ik op het eten aan het wachten ben, opblazen en ophangen. Want het zonnetje schijnt nu ook een beetje hier. En volgens mij kunnen die dingen dan ook sneller leeglopen. Dus dat doe ik dan vanavond. En dan hang ik dus al die dingetjes eraan. Maar ik zal eventjes laten zien hoe de tafel er nu uitziet. Kijk. Ik vind het echt heel leuk. Tada. Servet met die dingetjes heb ik eronder gelegd. En dan erop zo blauw servet met die stokjes. En dan dit dingetje aan de glazen. Kaarsjes neergezet. Echt heel leuk. Oké, ik heb het afgemaakt. Ik heb de ballonnen ook alvast opgehangen. De juiste stoelen zijn er. Dus ik ga het even zien. Ballonnen opgehangen met van die dingen eraan. Dit zijn de stoelen, alleen hier zitten dus poten. Dus deze stoelen kan je niet aanschuiven. Maar op zich, als je zit, merk je dat verder niet heel erg. Dus dit is de tafel helemaal. En dan ga ik weer naar huis. Ik ga even de buren inlichten dat vanavond het feestje is hier. En dan, het is nu 3:00. En dan rond 6:00 ga ik met Dagmar weer hierheen. Want dan wordt het eten en zo bezorgd. Dus ik was eigenlijk van plan om te filmen hoe ik make-up ging doen. Maar ik ben vergeten. Maar ik ben wel klaar.
Ik moet nu alleen nog eventjes mijn haar doen. Het is nu 5 uur, dacht maar. En ik ga over een half uurtje naar mijn vaders huis toe. Waar ik mijn verjaardag vier, want dat was gewoon chiller met de buren en zo. En gewoon meer ruimte ook. Dus daar gaan we over een half uurtje naartoe. Ik neem mijn make-up nog wel eventjes mee. Voor de zekerheid. En ik ga jullie eventjes mijn jurk laten zien. Die ik ga aantrekken. Ik moet alleen nog eventjes mijn haar doen. Dat ga ik nu wel even hier doen nog. Even kijken. Kijk. Deze jurk doe ik dus aan. Ik had dus echt een ander heel erg leuk jurkje bij ASOS besteld. 2 maten. Alleen toen heb ik ze dus per ongeluk allebei teruggestuurd in plaats van eentje. Dus ik had eventjes een outfit stress dingetje. Maar ik had deze dus nog liggen van de Hannah Schoenberg collectie. Echt vet leuk. En dan doe ik deze blauwe hakken eronder. Want dit zijn oprecht de enige blauwe hakken die ik heb. Anders heb ik alleen zwart met een draadje. Maar dat vind ik niet zo leuk. Dus de jurk die Dagmar aandoet. Dat is ook echt tering mooi. Met die rug zo helemaal. Dus ik ga nu eventjes mijn haar doen. En die jurk neem ik mee naar mijn vader. Die ga ik niet nu al, aantrekken. Oké, we zijn bij mijn vader. De sushi is dus net binnengekomen. En we hebben het dus gekregen. Echt super chill van Mr. Sushi. Alleen was onderweg dat ik wat fout gaf. Was helemaal geplet. Maar we hebben het kunnen repareren. We hebben het hier op borden neergelegd. En hier hebben we het uitgestald. En hier ook een beetje. Hier nog wat warme gerechtjes. En op tafel staan al de sojaboontjes. Maar ja, ik ben gewoon bang dat het echt te weinig is. Dus ik heb nog wat extra dingetjes besteld. Dus als het goed is nu onderweg. Dus ik hoop dat dat er is voordat die meiden er zijn. Maar dat moet echt goed komen. Zullen we dit gewoon alvast op tafel zetten? Of ja. Nou, hier zetten we op tafel, boeit ook niet. Oh, dan ga ik me zo meteen omkleden. Ik heb wel mijn oorbellen alvast ingedaan. We hebben de sushi hier gezet. Hier ballonnetjes. Ik hoop dat ze blijven hangen, want net vielen er al 2 naar beneden. Oké. Ik heb een jurk aangetrokken. Ik ga hem even neerzetten, deze camera. Om jullie te laten zien. En hij heeft echt een super lange sleep achter. Ja, het is wel een beetje overdreven, maar hè. Boeien. Ik heb jaar van alles. Ja, ik heb de kaars aangestoken, dus mensen kunnen komen. Kijk nou hoe leuk. Vandaag zondag. Ik heb mijn make-up opgeslapen. Misschien is dat wel te zien. En het is day after. Hoe je het wil noemen. En het huis is echt een zootje. Het was wel echt onwijs gezellig. Ik heb ook echt een heel erg lief cadeautje van mijn vriendinnen gekregen. Die ga ik even laten zien aan jullie gelijk. Ik heb echt een super, super lief en leuk cadeautje gekregen. Ik ben er echt zo intens blij mee. Ik wilde dit echt al heel erg lang hebben. En die heb ik nu van al mijn vriendinnetjes gekregen. Kijk. En er zitten deze oorbellen in. Die Fendi oorbellen. Echt zo intens blij mee. Ik hoop dat ze mooier blijven dan mijn ring. Want ik heb ook een Fendi ring. En die is zo lelijk geworden. Echt baggerkwaliteit. Kijk hoe leuk je dit ook openmaakt. Oh, ik zal ze even laten zien. Ik weet niet. Ik vind het gewoon leuk omdat Fendi hun logo is natuurlijk met de F. Allemaal. En Fleur is natuurlijk ook met de F. Ik weet niet, ik vind het wel leuk. Hier ben ik echt heel erg blij mee. Maar goed, ik ga even opruimen. Ik zal eventjes laten zien wat de status is. Hoe alles eruit ziet. Kijk, nou, het valt op zich wel mee, maar het stinkt hier gewoon heel erg. Er is allemaal eten op de grond. Er staan nog eens wat stoelen. Hier staat mijn drank. Kijk, en dit heb ik dus gehuurd. Dus dit kan zo meteen in die doos. Daar hoef ik niet naar om te kijken. Dat is echt super chill. Net zoals dit. Ik moet alleen eventjes die tafel en zo opruimen. En even stofzuigen en verdwijlen. Dus dat is wat ik nu ga doen. Ik weet namelijk niet hoe lang mijn vader thuis komt. En ik wil wel dat als hij thuis komt, dat het er gewoon gelijk schoon is. Dat hij niet nog denkt, Jezus Fleur, wat heb je met mijn huis gedaan? Dus dat is wat ik doe. Ik heb trouwens echt super geslaagd avond gehad. Het was echt zo leuk. Ja, echt leuk gehad. Het is hier helemaal opgeruimd. Alleen deze tafel staat er nog, want die is echt te groot om in mijn eentje op de grond te klappen en die poten in te doen. Maar verder is het er helemaal lekker opgeruimd, lekker gestofzogen, gedweld. Hier zit de tafel.
De stoelen heb ik allemaal al buiten gezet. Dit heb ik eventjes binnen laten staan. Die kussens en die hoesen en de borden en dat allemaal. Want het regent een beetje buiten. Dus ik dacht, zet dit even binnen. Milan is dus op mijn scooter is hij naar de voetbal toe. Dus ik zit nu, nou niet opgesloten hier, maar ja, ik moet hier eigenlijk eventjes blijven. Of ja, ik kan ook wel de Uber naar huis pakken, maar niet heel veel zin in eigenlijk. Dus ik blijf gewoon eventjes hier en wacht tot Miel mij dan vanmiddag komt halen. En dan vanavond gaan we bij mijn moeder eten. Met mijn opa en oma gezegd, nog voor mijn verjaardag. Omdat ik natuurlijk met mijn verjaardag toen corona had. En toen die weekenden daarna en zo was ook allemaal lastig. En mijn broertje is natuurlijk maar om de week bij mijn moeder, dus... Ik vond het ook wel leuk als hij erbij was. Dus dat is nu vanavond. Dus ja. Het is vandaag maandag. En ik heb nog een heel erg leuk pakketje van Björn Borg mogen ontvangen. Die ik nog eventjes wil toevoegen aan deze weekvlog voordat ik hem ga afsluiten. Waarschijnlijk is de weekvlog al ietsjes langer geworden dan normaal. Maar ik denk dat jullie dat niet heel erg vinden. Ik denk dat het best wel een leuke weekvlog is geworden. Maar ik wilde dit er toch nog eventjes bij doen om aan jullie te laten zien. Want ik heb ook een hele leuke kortingscode voor jullie van Björn Borg. Met de code FLIR20 krijg je dus 20% korting. En toen ik Björn Borg hoorde, toen dacht ik echt aan vroeger. Aan die Björn Borg onderbroeken van vroeger. Maar ze zijn echt compleet veranderd qua stijl. Of nou, qua stijl. Ik vind het nu echt heel erg leuk wat ze allemaal hebben. Ze hebben allemaal sportkleding van het team. Dus sportkleding. Ze hebben lekkere truien en hoodies. En ze hebben dus ook hele leuke tassen. En deze vind ik echt heel erg leuk. Dit is zo'n hele grote shopper. Die heb ik dus van hun mogen ontvangen. Waar dus Björn Borg op staat. En er zit echt van alles in. Want ik had deze tas dus afgelopen weekend mee... naar mijn vaders huis om alles voor mijn verjaardag in te doen. En er past ook echt super veel in. Het is echt niet normaal. Het is echt een hele fijne tas. En er zit ook een rits in. Het is ook super makkelijk dat er niks uitvalt. Dus die wilde ik als eerst even laten zien. Voordat ik met de kleding ga beginnen. Ik heb echt super veel kleding van hun mogen ontvangen. Dus ik ga het eventjes allemaal aan jullie laten zien. Allereerst ga ik beginnen met dit sportsetje. Deze heb ik al aangehad, dus hier kan ik al wat meer over vertellen. Hij is ook een beetje vies omdat ik hem al heb aangehad. Maar allereerst is het een sport-BH. Zwarte sport-BH, echt heel erg chill. En dan hieronder staat Borg met kleine letters. Ik hoop dat je dat goed kan zien. En op de achterkant heeft hij dus een beetje gekruist, wat ik wel heel erg mooi vind. En hij is ook wat lager uitgesneden, zodat het ietsjes vrouwelijker maakt. En daarbij heb ik dus een bijbehorende sportlegging. En dat is deze, gewoon een zwarte ribbeltje sportlegging. En dan aan de achterkant staat ook weer Borg. Heel erg leuk, zoals het eerste setje. Dit is de zwarte sportset. Het topje zit echt heel erg mooi. Ook aan de achterkant vind ik hem heel erg mooi zitten, omdat hij dus een beetje zo als een halter loopt. En dit is de broek. Ik heb de band nu omgeslagen, maar ik kan hem ook gewoon helemaal recht doen natuurlijk. Echt een hele mooie set vind ik dit. Dit is denk ik ook wel echt mijn lievelings van allemaal. Dus dat is deze. En dan heb ik die legging ook nog in een grijs kleurtje. Ook een heel erg mooi kleurtje. Hier zie je het rubbeltje misschien ietsjes beter in. Ook hier staat aan de achterkant weer Björn. En ze rekken dus echt super lekker mee. En het zit echt heel erg zacht om je heen. Ik vind het echt een hele fijne sportleggings. En die zwarte heb ik dus al een keertje gesport. En ze zat echt heel erg lekker. Dus dit is de grijze die ik heb gekregen. Dan heb ik een sporttop gekregen, ook in zwart. En die vind ik echt heel erg mooi. Dat is namelijk deze. En dat is dus met één schouder zo. Of één, ja, hoe noem je dit? Off the shoulder, one shoulder. Echt heel erg leuk vind ik deze. En ook hier staat weer onderaan, staat weer Björn. Ik weet niet, ik vind dit gewoon echt heel erg mooi staan. En deze is ook heel erg leuk te combineren met die zwarte sportlegging bijvoorbeeld. Dit is natuurlijk ook gewoon een simpele zwarte kleur. Die vind ik echt heel erg mooi. Ik heb volgens mij alles in een maatje S. De broeken en de tops heb ik allemaal in een maatje S. Dus dat is die. Dan die zwarte sport BH. En ik vind deze gewoon echt heel erg mooi zitten. Ik weet het. Ik vind het gewoon heel erg mooi dat hij één zo'n schouder heeft. Maakt het iets meer sexy of zo. En het blijft allemaal best wel goed zitten. Zou je misschien niet verwachten met één schouder. Maar het zit gewoon echt... top. Ik vind het echt heel erg leuk. En hier staat dus ook weer het logo. En diezelfde legging. Dus in het grijs. Let niet op mijn sokken. Maar dit is dezelfde legging natuurlijk als die zwarte. Maar dan in het grijs. Ziet ook echt heel erg mooi. Dan nog een grijze sportlegging. En deze is weer wat ja, iets anders dan die andere. Deze is ook een iets ander stofje. Er zit geen ribbeltje verder in. En hier heb je Björn klein staan. Met kleur op kleur op de achterkant. Ook een hele mooie sportlegging. Deze grijze sportlegging is echt
mega high waisted. Dus echt aanrader van mensen die er van houden. Hij zit ook echt super mooi aangesloten. En een mooi kleurtje, dat donkergrijs. Dus dat is die. Verder heb ik nog even kijken. Twee truien en een t-shirtje. Ik zal even beginnen met de t-shirt. Dat is deze. Of nou, het is een beetje een soort tanktop. Want hij heeft niet echt mouwtjes. Daar staat deze tekst op. Dit is het t-shirtje. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk nooit met t-shirtjes sport. Altijd gewoon alleen in mijn sport-BH. Maar het is wel een lekker wijd shirtje. Dus ik denk dat hij niet heel heet is. Want ik krijg het altijd zo warm als ik met t-shirtjes aan het sporten ben. Maar ik denk dat deze op zich wel lekker is en lekker luchtig. En daar heb ik dus ook een trui van. Die trui heb ik dus al aangehad. Hij zit echt mega lekker zacht. En dat is dus deze trui. Er zat ook weer diezelfde tekst op als op het shirtje. Lekker grote trui. Deze heb ik ook in een maatje S. Deze trui zit echt heerlijk. Hij is ook lekker groot bij de armen. En gewoon echt heel erg chill om in te sporten of gewoon lekker thuis chill te dragen. Heel erg leuk vind ik deze ook. Deze heb ik dus in een maatje S. En die zit echt perfect. En dan heb ik nog van hun een hoodie gekregen in dezelfde groene kleur als de tas. Dit is een maatje M, dus deze is weer iets groter. En dat is gewoon een hele chille donkergroene hoodie. En dan staat er hier in de hoek staat ook weer Björn Borg. Echt heel erg chill is deze. En ook lekker voor de sporten zo'n hoodie. En hij is van binnen ook echt heel erg zacht. Ik weet niet of je dat goed kunt zien op camera. Maar is echt heel erg lekker zacht. En als laatste deze trui. Dus heb ik dus in een M. Dus hij is lekker oversized. Lekker met een capuchon. Vind ik ook altijd wel lekker. Echt zo'n lekkere chill trui is dit. Heeft hier ook nog zakken. Verder op de rug is hij gewoon helemaal normaal. Alleen hier zie je dus wat staan. Heel leuk. Dus dit zijn alle items die ik heb gekregen van Björn Borg. En met de code FLIR20 krijg je dus 20% korting. Ik zal eventjes wat linkjes in de beschrijving zetten. En ook de kortingscode zal ik ook nog een keertje in de beschrijving vermelden. De kwaliteit voelt echt oprecht heel erg fijn aan. En zoals ik zei heb ik dus in deze zwarte sportlegging en in dat zwarte topje. Oh, deze heb ik dus al een keertje gesport. En ja, het sportte gewoon heel erg chill. En ik ben vooral ook echt heel erg blij met die grote tas. Ik heb helemaal niet zo'n hele grote shopper. En soms ga ik bijvoorbeeld roze foto's maken en dan kom ik gewoon echt zo'n grote tas tekort. Dus daar ben ik ook echt heel erg blij mee. Ik vind hem ook echt heel erg leuk. Dus heel erg blij met deze items van Björn Borg. En dan ga ik bij deze ook gelijk de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem een beetje leuk vinden geworden. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En dat hij leuk is geworden. Ik ga hem zo meteen bewerken. En dan gelijk online zetten voor morgen. Want dat komt natuurlijk altijd op dinsdag online. Dus ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vond je nou een leuke video? Vergeet nog een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal. En deze week komt er ook een hele grote shopblog online. Ik zit nog eventjes te kijken of dat vrijdag, zaterdag of zondag wordt. Maar in ieder geval deze week. Dus ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie snel weer.